Hij speelde 536 wedstrijden voor Fortuna Sittard, PSV, Barcelona, Bayern München, AC Milan en weer PSV. En dit wordt wedstrijd 537 en het wordt zijn laatste. Een mooie entree voor deze man waar het vanavond om gaat, Mark van Bommel. Omdat er nu weliswaar een aantal spelers op het veld staan die nog steeds actief is in de voetballerij, maar Jaap Stam bijvoorbeeld en ook Ronald Waterhuis zijn niet of nauwelijks meer in training. We zullen dat ongetwijfeld geen heel duel volhouden. Het is tikvoetbal naar Ribéry. Bommel zat daartussen. Daar is Ibrahimovic met Arjen Robben. En de eerste aardige actie van Robben en een balletje van Ibrahimovic waarmee hij Titon dacht te verschoten. In 2 van Bakkali met Matafs. Daar is Bakkali en de openingstreffer is voor PSV. Maher. Prima actie in combinatie met Memphis Depay. Ja, dit vindt hij niet plezierig, Mark van Bommel. De achterstand. Maar ja, paasje naar Matafs. Die blijkbaar op tijd stapte. Daar staat Depay helemaal alleen en staat het 2-0 voor PSV. Een uitstekende aanval. Waarbij je natuurlijk een klein beetje de vraagtekens moet zetten bij de versnelling en het tempo van de verdediging van Team Bommel. Geen afspeelmogelijkheden. Bakkali dan. Typische Van Bommel overtreding zou je haast zeggen. Even een tikje. Even laten merken wie de wedstrijd graag wil winnen. Ibrahimovic met Marcelo bij zich. Kijkt om zich heen. Ziet dat hij het alleen moet doen. En schiet geweldig, maar raakt de paal. Hij wel, Jetro Willems. Met snelheid op Stam af. Om Stam heen. En de voorzet van Willems gaat naar niemandsland. Als Matafs hier met Stam op de lat schiet. Goed schot van de Sloveen. Ribéry. Ribéry om Brenet heen. Maar stuit op Titon. Die uitstekend redt met een handje. Dan aan de andere kant. Robben. Met wat ze in goed Duits noemen de Anschlusstreffer. Een paasje van Mark van Bommel zelf. En het afmaken van Arjen Robben. Het is niet zijn eerste goal hier in het Philipsstadion. 2-1. Depay. Met een goed schot en een mooie goal. Dit is de kwaliteit van Memphis Depay. En dan valt deze bal wel heel erg mooi, precies bij de eerste paal binnen. Bakkali komt Van Bronckhorst tegen. Naar een schot en de binnenkant van de paal voorkomt een vierde goal van PSV. Sneijder. Waar blijft de actie die Sneijder in huis had? Aardige mogelijkheid daar voor Van Bommel zelf. Toivonen Depay. Veel schijnbewegingen. Toivonen. En Maher met de goal wilde ik zeggen, maar daar zat Gomez tussen.
Kuyt paasje naar Sneijder had gekund, maar de goal is voor Dirk Kuyt tussen de benen door van Jeroen Zoet. Hiljemark. Hiljemark met een schot en een redding van Gomez. Toivonen. Mooi paasje op Mohamed Raji. 1 tegen 2. En Raji besluit zelf te schieten en de rebound is dan voor Jurgen Locadia. Gomez voor de eerste keer in deze wedstrijd gepasseerd. En Johan Vogel verlaat het veld voor Philippe Cocu. Maar de huidige hoofdcoach van PSV dus nu in het team van de tegenstander. In het team van Mark van Bommel. De jonkies lokken hun eigen coach nu naar zich toe. En zo zien we ze op de training ook wel eens het rondootje spelen. Maar voorlopig worden de oudjes behoorlijk geduld. En een doeltrap voor Patrick Lodewijks. Kijk eens hier, gepoord door Rietsmaier. Van Bommel gaat scoren. Kijk, is een afscheidswedstrijd, natuurlijk. Zo hoort dat. Hij scoorde ook in zijn afscheidswedstrijd tegen FC Groningen toen hij naar Barcelona ging. En nu vanavond doet hij het weer, Mark van Bommel. Hiljemark. Maher. En Mohamed Raji. Maher. Hiljemark vraagt, maar daar staat Peter van Ooyen. Die raakt de bal wel, maar niet goed. Het is 1 minuut voor tijd. En afgesproken was dat in minuut 88 Mark van Bommel naar de kant zou gaan. Maar dat moment is nu aangebroken. En de 35.000 in het stadion gaan staan voor een enorme ovatie voor Mark van Bommel. Applaus van schoonpapa. En alle spelers die we eerder deze wedstrijd in actie hebben gezien vormen voor de spelerstunnel een mooie erehaag. Daarbij voegen zich ook de PSV'ers. Ik hoop dat u genoten hebt van het afscheid van een van de grootste voetballers van PSV ooit, Mark van Bommel. En hij heeft een belofte en die komt hij doorgaans na. Hij komt terug als trainer. En daar houden we hem aan.